Het ONK op Weissensee was bij de vrouwen in het begin een open strijd. De omstandigheden waren winters te noemen en de bikkels bij de vrouwen lieten zich zien. Uiteindelijk bleek een solopoging om weg te komen vruchteloos en vormde zich een trojka meiden met onder andere Sandra het Hart, Kimberly Mussen, Voske Tarmen van der Wal, Lisanne Somanta en Erna Last kijkende vechten. Lisanne Somanta, die veel werk verricht had, kwam te vallen in de finale. En de snelste van de vrouwen dit jaar, Voske Tarmen van der Wal, won de sprint. Met achter haar Erna Last kijkende vechten en Kimberly Mussen. Of ze gebrand was op het winnen van deze titel? Ik was zeker gebrand om hier te winnen. En hoe mooi is het dan dat je hier nu met die medaille staat, dat je ook open Nederlands kampioen bent? Ja, heel mooi. Titel, hè? Titel telt. Twee titels, hè? Nederlandse op natuurreis en nu de open Nederlandse titel. Ja, ja zeker. Ja, vorig jaar natuurlijk op Beltewiede is ook wel weer, nou, was ook een hele mooie, hoor. Dat was ook een geweldige wedstrijd natuurlijk. Maar nee, om hier zo met deze entourage te winnen, dus daar doen we het voor. Je bent dan weg met een koproep van vijf vrouwen. Zit je jezelf dan een beetje rijk te rekenen onderweg? Nou, nee, natuurlijk. Want we moesten wel doorrijden. Dat was natuurlijk ook wel... Iedereen moest gewoon meerijden eigenlijk. En anders bleven we gewoon niet weg. De sterkste ploegen zitten er wel in. Maar je ziet gewoon het begin van de wedstrijd ook. Zitten er wel eigenlijk kansrijke kopgroepjes. En daar zit ik dan bij. Maar het blijft niet weg. Dus dat is altijd zien. Of iedereen wel de kop dezelfde kant op heeft. Maar gelukkig was dat nu... we moesten gewoon doorrijden. Eigenlijk tot voor de laatste bocht moesten we gewoon rijden. En het mooie is, iedereen ziet jou wel als een sprinter, maar jij was eigenlijk de grote motor in die kopgroep, hè? Ja, nou ja, kijk, en we hebben natuurlijk een paar meiden van MK Basics, weet je. Dat is, we moeten wel elkaar trekken dan. En dat is, dat weet je. En ik voelde me verder goed vandaag. Dus dan is dat natuurlijk ook, ja, anders blijf je ook niet weg. Dus we moeten gewoon rijden. Heb je een 200? Heb je daar zin in? Of je daar zin in hebt? Ja, nee, weet je, 200 is weer een hele andere wedstrijd. Dan ben je weer zoveel uur langer ook weer onderweg. Dus we moeten zien. Kijk, het is ook natuurlijk een beetje van hoe het in Nederland zich ontwikkelt met het weer. En op basis daarvan zien we gewoon hoe we zaterdag van start gaan. Heb je al zo'n 200 gereden? Vorig jaar. Maar toen viel ik anderhalve ronde voor het eind. Dus toen kwam ik op 188 kilometer. Tijd om hem vol te maken nu dan. Wel een beetje, ja.